Na een week hard ploeteren hebben de Sonny's trek in een bakkie pleur. En waar smaakt die beter dan in de Helmondse wijk, het Haagje? Dat mag niet. Gattenkruid? Ja, je weet het maar nooit. Zet je nog een pet voor de monteuren wel, hè? Het gezelligste straatje van deze op- en top Volkswijk is de Markiesstraat. Ooit werd die zelfs uitgeroepen tot de gezelligste van heel Nederland. En wonen jullie al een hele leven hier? Al heel leven. Ja? Ik woon hier al 40 jaar. 40 jaar? Ja, en ik ook. Hier de straat, die raakt er al niet waar je hier. Dat leeft niet. Nee, dat leeft niet, nee. Wat is het verschil dan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk de slag mensen, dat weet ik niet. Ze zijn ook geen Hagenezen, hè, die te wonen, hè. Jullie bent echt Hagenezen. Ja. Ja, je zit al buiten. Eén onder elkaar. Ja. Behalve dan die nieuwkomers, hè, die binnenzitters. Ja. En Johan, ja, die zie je niet buiten. Dat zit gelijk binnen. Die zitten binnen, hè. Die mensen leven binnen. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens, die lusteren koffie. En nooit een onvertogen woord zo in zo'n stratje of tegen elkaar? Ja, dat is al heel lang natuurlijk. Ja, maar hier is het altijd, hier is het, het is altijd strijd. Ja. Het is iedere dag, het is hier net een lak van hem, iedere dag. Van de week waren het net een dikke en een dunne. De ene en de andere sloeg hem zo in het gezicht. Nou, ik ben niet bezijpen eigen. En daarna, dan is het ook weer... Koek en eit is iedere dag, dan zit ze gewoon met elkaar. Ze gaan een hele nacht hier, een hele nacht te gezuiven. En dan lopen ze voor hem dan ook en dan gaan ze weer wat materiaal hebben, wat verdoving. Ja? Dan kunnen ze hier wel allemaal om de hoek halen, in de buurtwinkel denk ik, of niet? Om de hoek. Dat er in, dan maar zo. Een hele dag zo? Een hele dag. Een hele dag. Dat gaat erop, zeg. Als jij dat niet weet, ja, is het net als een hele dag dat ze elkaar afgeslachten zijn. Maar zo praten ze gewoon met elkaar. Ze praten. Om 2 uur. Ja. Dan maar zin niet om dat ik ook goed kende. Jij kent erom lachen. Ja, wat moet er anders mee doen? Ja, ik heb gelijk. Ja, wat moet er anders mee doen? Wij gedruk om te maken. Dan gaat het 20 jaar eerder dood ook nog. Nee. Op mijn leven. In het onlangs gepresenteerde herontwikkelingsplan Helmond West is geen plaats meer voor de huizen in de Markiesstraat. Die worden gesloopt. Wat vinden we ervan? Wat vinden we ervan? De aantal voor leerlingen moeten doen. Ook wel? Ja, tuurlijk. Zijn die huizen op? Ja, die zijn op, ja. Als hier het weer een water aan zit, dan moet je ruimen en helemaal water weggooien. Stel maar uit waar je iedere keer verlies kost. Hoezo? Ja, die keteltjes zijn weg. Oh. En dan worden ze wel schoonmaken iedere keer en dan hebben we geen nut. Alles is op. Wij zijn de enige straat die geen eigen geuten hebben gehad. Als dat nog normaal is. De enige straat. Overal eigen geuten, wij hebben geen eigen geuten gehad. Maar waarom zou jij nooit ergens in een andere wijk kunnen ademen? Ik zou niet in een andere wijk kunnen ademen, omdat jij gewoon het volk daar niet hebt wat jij hier hebt. En dat is hier al veel veranderd, want het Haagje is nog geen 10% meer van wat vroeger was. Nee? Hoe was dat vroeger hier dan? Ja, alles wat je nou ziet, ze waren vroeger het hele Haagje. Alles. Overal de deuren op, kon ik overal zo binnenlopen. Eén grote gezelligheid. Eén grote gezelligheid, onbegrijpelijk. En gezellig was het bij de poetjes op de stoep. De koffie was goed en de verhalen nog beter. Lees zaterdag meer in het DD. Je kan heel lang leven, je blijft ook gezond. Als je mij nodig de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat kan op de mens daarvan op? Hey, perfect jongen, perfect.